De campagne Wezenheld en Meld van de Stichting Kinder- en Jongerentelefoon KJT is sinds de lancering vorig jaar goed in de samenleving aangeslagen. Dit zegt directeur Jacinta Jongelok. Ze zegt dat er veel meldingen van verschillende soorten geweld tegen kinderen binnen zijn gekomen. Deze meldingen waren niet alleen van kinderen afkomstig, maar ook familie, buren en kennissen. Jongelok heeft opgemerkt dat de afgelopen periode veel minder telefoontjes en informatie binnenkwamen, omdat de spotjes niet meer zo vaak worden afgedraaid. Dit is de reden waarom deze spotjes en reclames opnieuw in de media gebracht zullen worden, zegt de KJT-directeur. De campagne was er omdat we door hadden, omdat de gemeenschap dat ook zei, als ze ons niet in de media zien, dan denken ze dat we niet meer operationeel zijn. Dus dat is wat we hebben gezien. We gaan een doorstart maken. En dat betekent dat de spotjes weer in de media gaan verschijnen. En wij verwachten dus weer een toeloop van het aantal bellers. Maar eigenlijk willen wij nu samen met mediabedrijven kijken hoe wij ervoor kunnen zorgen dat we altijd zichtbaar zijn. Omdat de samenleving dat toch wel nodig acht, want anders gaat die boodschap weer wegzinken. Dus daar bedenken we nu ook een strategie voor. En toch moet ik zeggen dat het lijkt alsof we toch wel, we gebruiken social media, maar een bepaalde groep. En dan moet ik echt zeggen, de mensen die thuis zijn. Dan heb je die buurvrouw, die buurman die gepensioneerd is, die dat alles kan volgen. Die bereik je door de tv en de radio. Wat de directeur goed vindt, is dat er over van alles en nog wat wordt gemeld. Uit verschillende hoeken kwamen er volgens haar berichten wanneer iemand een vermoeden had dat iets niet goed zit of iets niet goed zat met een kind. De stichting is tijdens de schoolbezoeken geconfronteerd met het nieuwe fenomeen sexting. Jongelok zegt dat ze zeer bezorgd zijn dat de jongeren nu overgaan tot deze handeling. Jongens en meisjes, we hebben van beide cases, waarbij ze heel erg mensen op internet ontmoeten, op Facebook. En die mensen vragen ze van, weet je, laat me je borsten zien, sturen. En dat ze dat echt doen. We hebben daar cases van gehad. Dus het is wel iets dat wij ook bespreekbaar gaan maken met de jongeren in de outreach sessies. Omdat wat maakt, dat je vraagt je af wat maakt dat jij aan zo'n een verzoek voldoet. Wat er gebeurt, ik haal zo'n case voor me, dat meisje heeft ingestemd, heeft het één keer gedaan, de jongen heeft foto's gemaakt en daarna was die foto het chantagemiddel. Nou, als je niet verder doet wat ik van je vraag, dan ga ik deze foto verspreiden. Dus dan zit dat meisje daar vast in een circuit. Weet je, we hebben dat gehoord jaren geleden vanuit het buitenland, dat gaande was. Maar het bleek ook dat onze kinderen daar nu mee bezig zijn en daarmee zitten als ze eenmaal zijn begonnen. Want op een gegeven moment komt er een moment dat ze het niet meer leuk vinden. Het is niet meer spannend, ze voelen het wordt eng. En dan weten ze niet wat ze moeten doen. Dus dan zoeken ze ook hulp, met of zonder een ouder erbij, dat gebeurt. Jacinta Jongelok, directeur van de Stichting Kinder- en Jongerentelefoon, KJT. Ze sprak over de doorstart van de campagne Wezenheld en Meld, die ervoor moet zorgen dat de samenleving weet dat de stichting operationeel is en dat iedereen kan bellen en melden als ze iets niet goed vinden.